De slimme fietsroute West is vanochtend geopend door wethouder Paul de Rook. Maar is deze route wel zo slim? Daarover straks meer. De plaats van handeling vandaag is de Herman Koleniusstraat ter hoogte van de MJD. Door het spuiten van het logo op de splinternieuwe klinkers is de route nu geopend. De meeste buurtbewoners en ondernemers zijn tevreden over het resultaat van de aanpak van hun straat. Ik vind het echt prachtig uitzien. Een beetje jammer dat de bomen weg zijn, maar er zijn wel nieuwe geplant. Dus dat gaat wel groeien. Maar voor de rest ziet het er heel mooi uit. Volgens mij zijn mensen er wel blij mee. Dat is mijn indruk. Vooral blij dat het weer toegankelijk is en dat je er weer lekker doorheen kan fietsen. Ik vind het nogal een opoffering om de bomen te kappen hier. Er zijn nieuwe bomen voor in de plaats gekomen, maar dat zijn natuurlijk nu nog maar kleintjes. En dacht ik ook minder. En er is een hele aantal parkeerplaatsen opgeheven. En dan denk ik, die arme studenten, ik heb niks op studenten tegen, maar die kunnen toch wel gewoon fietsen. Die hoeven toch geen slimme fietsroute. En ik had een alternatief. Wat was dat alternatief? Friese Straatweg, daar ligt een fietspad. Het ziet er fantastisch uit, het is heel mooi overzichtelijk. En ik denk dat je als fietser is het fijn. Ook als ik hier kom, ik heb geen last meer van de auto's die allemaal criss-cross overal staan. Bent u zelf ook altijd op fiets? Ja, bijna altijd. Ja. En u, wat vindt u van het resultaat van deze nieuwe fietsroute? Ja, het is heel mooi geworden. Het is mooi breed, wat mijn collega ook zegt. En ik ga zelf ook altijd op de fiets naar mijn werk, dus dat is ideaal, perfect. De wethouder legt uit waar nog knelpunten zijn voor mensen die via de slimme fietsroute West van het hoofdstation naar Zernike willen fietsen. We moeten vanaf het hoofdstation ga je zeg maar richting het westen naar de Paanswolseweg. Nou, daar wordt de tunnel binnenkort aangelegd. En daarvoor moet die tunnel moet er nog inkomen. Dus die route gaat niet meteen via die route lopen, maar in de toekomst wel. Maar deze route werd al veel gebruikt en we verwachten dat die in de toekomst nog meer gaat worden gebruikt. Zitten er ook stoplichten en dergelijke in deze route? Slimme fietsroutes die vermijden de stoplichten zoveel mogelijk, zodat je als fietser niet hoeft te wachten en gewoon door kan fietsen. Om dat doorfietsen of doorrijden te checken, is het tijd voor een test. Niet op de fiets, maar op een snorfiets. Wij rijden de route van het begin bij het hoofdstation tot het einde bij OogTV op het Zernike-terrein. Wat opvalt is dat op de route tussen het hoofdstation, de Paterswoldseweg en de Eendrachtskade Noordzijde geen enkel bord of teken de slimme fietsroute West aangeeft. Het is voor de gemeente dus de hoogste tijd om daar wat aan te gaan doen.